mag ik jou iets vragen? Ja? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik ben Pokémon's aan het vangen. Oké, dat is volgens mij een nieuwe rage, of niet? Ja. En kan je ons ook uitleggen hoe dat werkt misschien? Natuurlijk. Volg me maar. Je loopt eigenlijk rond bij een plek. En uiteindelijk komen de Pokémon's tevoorschijn en die kan je vangen. Alleen, je moet wel ervoor zorgen dat je regelmatig langs Pokéstops komt. Want anders kunnen je Pokéballs opraken. Oké, dus ik hoor Pokéstops en ik hoor Pokéballs. Ja. Kan je me een beetje uitleggen wat dat allemaal is dan? Pokéstops zijn eigenlijk plekken waar je Pokéballs kan krijgen. Waar je medicijnen soort van kunt halen. Die worden hier potions genoemd. En je kan eieren krijgen om Pokémon's eigenlijk te broeden. Pokéballs zijn eigenlijk ballen waar je Pokémon's mee kan vangen. En dat is eigenlijk wat je moet weten tot nu toe. Wat is nou eigenlijk allemaal op jouw telefoon te zien? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Nou, hier is de straat waar wij zijn. Deze blokjes zijn allemaal gebouwen. En hier zo, in dit blokje, dat is een Pokéstop. Dat zijn meestal belangrijke gebouwen of monumenten of standbeelden. En dit is nou de hopplukker. En je hebt hier ook gyms. Dan kun je eigenlijk met andere mensen soort van met je Pokémon's vechten en trainen. Alleen deze Pokégyms is niet van mijn eigen team. Want je hebt 3 teams. Je hebt team Insect, je hebt team Veler en je hebt team Mystic. Oké, en je wilde nu naar de gym lopen, hoorde ik. En waar zit die gym? Die zit in het Johnson Park bij de standbeelden. Oké, nou dan lopen we daar naartoe. Ja. Nou begon je telefoon te trillen. Ja. En dat betekent dat er een Pokémon in de buurt is. Ja. Dus ik hoop dat ik hem heb. Nou heb ik geen Pokéballs meer. Dus ik zou wel moeten naar de Pokéstop om eigenlijk Pokéballs te krijgen. Hierzo heb je een Pokéstop. Dat is eigenlijk een standbeeld genaamd Hopplukker. En als je eenmaal bij die dichtbij in de buurt van de Pokéstop komt, gaat hij zo kleuren. Welke kleur gaat hij dan? Dan gaat hij eigenlijk een andere vorm nemen en dan hoef je hem alleen te draaien. En dan komt hij. Ja. Dus nu heb je nieuwe ballen gekregen. Ja. Eerst voer ik hem een best. Waardoor ik hem eigenlijk een beetje verliefd op me maak. En dan gooi ik hem. En nou hoop ik dat ik hem krijg. Ja. Kijk, volgens mij hebben we nog een Pokémon gevonden. Ik denk die gaat mee Pokémon's vangen. Er is een Pokéstop die heet Julianaboom. Die is hier vlak in de buurt. Hier staat meestal ook van wat het is en hoe het heet. En bijvoorbeeld hier is het voor de 80ste verjaardag van koningin Juliana. Dus je leert ook nog iets van Pokémon vangen? Als je goed oplet, dan wel. Nou, ik moet zeggen dat de jeugd wel actief wordt zo. Ja, ik had eerst niet verwacht dat ze eigenlijk dit konden flikken. Dat eigenlijk kinderen naar buiten zouden gaan. Gewoon Pokémon gingen spelen. Maar het gebeurt. Kinderen gaan naar buiten, gaan actief bezig zijn. Gaan eigenlijk Pokémon vangen met vrienden. Het is eigenlijk best wel gezond, Pokémon vangen. We hebben vrienden. Dat is ook voor het eerst. Daar komen soms kinderen naartoe om Pokémon te vangen en speel te krijgen. Jij bent ook Pokémon's aan het vangen, zie ik? Ja. En wat is er nou zo leuk aan het vangen van Pokémon's? Kan jij mij dat vertellen? Ja, dat je heel ver moet lopen en je ook nooit weet welke Pokémon waar zit. Dus dat is altijd spannend als je er een tegenkomt. En ja, je ontmoet ook andere mensen en daar ga je dan een praatje mee maken. En dat vind ik wel leuk altijd. En ga je ook naar andere plaatsen, zeg maar, om Pokémon's te vangen? Ja, want ik kom zelf uit Bokstel en dan ben ik hier naartoe gekomen om Pokémon's te vangen. En dat 1, 2, 3 gevangen. Nou hoor ik ook dat er al ongelukken zijn gebeurd. Kan je je daar iets bij voorstellen? Ja, want sommige kinderen willen niet uitkijken voor verkeerd, zou ik zeggen. En die lopen gewoon over de straat heen en die denken van, oh, er komt waarschijnlijk niks aan. Of
Oh, dit zou waarschijnlijk wel een zebrapad zijn. Maar dan is het geen zebrapad. En kunnen ze aangereden worden. Ja, want je hoort ook wel eens dat mensen op plaatsen komen waar mensen er gek van worden. Maar heb je al wel verhalen erover gehoord? Ja, ik heb heel veel verhalen uit Amerika gehoord. Dat mensen eigenlijk in politiebureaus komen om eigenlijk pokestops te looten. Maar je hebt ook dat ze gewoon op iemands begrafenis komen omdat daar binnen iets is. En wat vind je daarvan? Vind je dat dat kan? Ik zou dat maar niet doen. Dan... Nee, dus jij gaat daar ook niet op? Ook al zouden er Pokémon's zijn? Nee. Zo, het zit er weer op, het Pokémon vangen. Ja. Lekker je bed in. Ja. Wel rusten. Doei. Doei.